Hey lieve dames, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je dalgona koffie maakt. Het is jullie vast en zeker niet ontgaan dat dit een zekere hype was op Instagram en op Facebook. Nu zeker met de coronatijden zit iedereen thuis. Dus ging iedereen deze heerlijke dalgona koffie maken. Het is super simpel met maar 3 ingrediënten. En je kunt die maken met koude melk. En met warme melk. Met koude melk is dat precies ijskoffie. Maar met warme melk vond ik dat toch iets lekkerder. Omdat dat dan beter ging smelten. Dan ga ik jullie zo meteen laten zien hoe dat je die moet maken. En ik hoop dat jullie gaan genieten van mijn video. En dat jullie allemaal gaan abonneren, delen en liken. Wat dat we nodig hebben is 2 lepels suiker. 2 lepels oplos. Koffie, Nescafé eigenlijk, geen koffie. Dus Nescafé en 2 lepels heet water. Wat je daarbij dan nog nodig hebt, is koude of warme melk. Bij mijn koude melk doe ik ijsblokjes. En bij warme melk hoeft dat uiteraard niet. Dan doe je gewoon 2 lepels suiker, 2 lepels warm water en 2 lepels Nescafé in een kom en ga je beginnen mixen. Ik heb wel het dubbele gedaan, dus 4 lepels suiker, 4 lepels oploskoffie en 4 lepels heet water. Ik heb gemixt met mijn handmixer, maar je kunt dat ook gewoon met een garde doen. Maar uiteraard gaat het dan veel langer duren. Je kunt stoppen met mixen wanneer dat je zelf vindt dat je mengsel schuimig genoeg is. Zoals ik al heb gezegd, is heel lekker met warme melk. Maar het is ook heel lekker met koude melk. Ik vind het persoonlijk lekkerder met warme melk. Maar met koude melk kan dat ook perfect. Dan heb je gewoon ijskoffie. Zoals jullie zien, begint mijn mengsel licht te worden. Dat betekent dat het ook luchtig is. En ik blijf gewoon mixen totdat ik zie dat alles goed opgelost is. En schuimig genoeg is. Ik heb mijn luchtige mengsel in een spuitzak gedaan. Dat moet uiteraard niet. Je kunt dat gewoon met je lepel zo in je glas doen. En dan heb ik er mooie toefjes op gespoten. En zo makkelijk is het dus. Zo snel heb je dus dalgona koffie gemaakt. Je kunt er ook een lepeltje cacaoboter bij toevoegen bij je Nescafé. Je kunt ook decoreren met cacaopoeder, je kunt er karamel bij toevoegen, je hebt heel veel opties. Ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn video en dat alles heel duidelijk was. Jullie mogen me liken, delen en abonneren. En laat me weten wat jullie ervan vonden. Slimme dames.